Hier ben ik weer. Want u komt iedere keer af met een antwoord dat er geen is. Maar er is een klein verschil in de vragen die ik iedere keer stel, want de toestand wordt alsmaar erger. En dat is geen oppositiepraat. Dat stelt bijvoorbeeld het IMF vast. 2028. Op Italië na slechtste economische groei. 2028. Hoogste begrotingstekort van Europa. Het dubbele van wat het eigenlijk mag zijn. Proficiat, u hebt net gezegd dat u werkt aan de organisatie van Goed Land. Het totale tekort. 120%. Ook het dubbele. U houdt van de dubbele cijfers. 2 keer 3% tekort. 2 keer 60% overheidsschuld. En bij dat alles gaat... En dat zeg ik, en nu richt ik mij tot de liberaal de Croo. Bij dat alles gaat het overheidsbeslag naar 57%. 57%, zelfs komt er een vraag van mevrouw Merks. Ik denk dat ze u gaat geluk wensen. Want u bent een communistische staat aan het uitbouwen. 57%. 57% van wat in dit land verdiend wordt. En weet u waarom ik iedere keer hier terugkom? Omdat u iedere keer hetzelfde verhaal vertelt. En ik hoop dat u dit keer een ander verhaal verteld hebt. Namelijk corona, oorlog in Oekraïne en de gasprijzen. Maar ik heb vergeleken met landen die ook een oorlog in Oekraïne, ook corona en ook stijgende gasprijzen hebben gehad. Hoe komt het, premier, dat deze Vivaldi-regering fundamenteel slechter presteert dan alle vergelijkbare landen? Dank u voor de vragen. En meneer De Rover, ja, u bent natuurlijk goed in grote dramatische analyses. En voor een stukje wat meneer De Rover doet, is hij toont bezorgdheid, maar eigenlijk zou je niet liever willen dat het land stil zou staan. Je zou eigenlijk niet liever hebben dan dat het land volledig geblokkeerd zou zijn, want dan zou u eigenlijk bewijzen, zoals ik daarnet gezegd heb, wat de bestaansreden van uw partij is. Dat is allemaal goed en wel om bezorgd te zijn. Allemaal goed en wel. Maar deze regering werkt stap voor stap. We komen juist uit een begrotingscontrole. Begrotingscontrole waarin we een netto inspanning gedaan hebben van 1,8 miljard. Meer dan wat commentatoren hadden voorzien. Ik had die 1,8 miljard naar voren geschoven. Ik ben blij dat we erin geslaagd zijn om alle regeringspartijen te overtuigen dat het nodig was om die inspanning te kunnen doen. En we zullen blijven werken om stap voor stap blijven onze financiën naar een gezonde doelstelling te brengen. En inderdaad, dat zal de opdracht zijn voor alle partijen. Tijdens deze regering, nog tijdens deze regering, maar natuurlijk ook tijdens volgende regering. Om te tonen dat die projectie van het IMF... Om aan te tonen dat we beter gaan doen dan die projectie van het IMF. En dat zal niet vanzelf gaan. Dat zal alleen maar gebeuren door daden te stellen en niet door zich te verschuilen achter een woordenkramerij en zich te verschuilen achter blokkages. En meneer De Rover, dat zal het verschil zijn. Dat zal het verschil zijn. Na de verkiezingen verschuilt men zich achter de onmogelijkheid. Verschuilt men zich achter de blokkage? Verschuilt men zich achter het feit dat er een nieuwe ronde institutionele hervormingen zou moeten zijn die ons land opnieuw maanden, misschien jaren zou blokkeren? Of straalt men de mouwen op? Gaat men aan de slag? Gaat men na de verkiezingen onmiddellijk aan de slag? En pakt men de zaken aan en zet men verder wat deze regering stap voor stap heeft uitgevoerd? Dank u. Dank u wel. Meneer de premier, alsjeblieft, collega's. Meneer De Rover, voor uw repliek. Ja, premier, ik weet niet voor wie u de publieke opinie houdt. Ik vat uw tussenkomst samen als volgt. We staan voor de afgrond en we beloven u dat we volgend jaar een stap vooruit zetten. Er is geen buffer meer. Dat is wat de experten zeggen.
wanneer België het project was van deze Vivaldi-regering. U ging aantonen dat dit land nog werkt. Wel, u hebt de kans en u grijpt ze niet, omdat het land niet werkt. Als u zegt, jullie gaan na de verkiezingen blokkeren, ik stel vast dat u nu blokkeert. Ik stel vast dat uw regering een volledig geblokkeerde regering is. En ik stel zelfs vast dat u nu in het antwoord hebt gezegd, de volgende regering, die zal het moeten oplossen. Want die zal inderdaad de puinhopen die de Kroo achterlaat moeten opruimen.